Hoi allemaal! Vandaag is het weer eens tijd voor een What's in my makeup bag. En hij zit heel vol en hier zit nog niet eens alles in. Dus ik moet hem eerst opruimen. Maar dit is mijn onopgeruimde make-up tasje met producten die ik heel graag gebruik. Dus laten we maar gewoon beginnen. Het make-up tasje heb je al in heel veel What's in my makeup bags voorbij zien komen. Deze is kocht ik ooit bij Sephora toen hij nog in Nederland zat. Dus 100 jaar oud, maar ik vind hem heel fijn. En ik begin met dingen die er niet in zitten. Die ik namelijk gewoon in mijn kastje heb staan. Oh, lip zit er trouwens ook niet in. Lipproducten, die heb ik ook apart in een kastje staan. Die ben ik vergeten te pakken. Maar ik heb in ieder geval de paletten en de foundation, zeg maar, die ik het meest gebruik. Qua foundation, zeg maar, zijn er drie waar ik het meest naar grijp. Ik heb vandaag deze op, de Maybelline Dream Pure BB Cream in medium voor oily skin. Ik heb geen oily skin, maar ik vind hem super fijn. En die werkt dus ook goed tegen pukkeltjes. Ik ga een beetje sneller doorheen. Ik zoom op een aantal dingen natuurlijk al wat meer in, maar het is heel veel. Dus dan deze, de Bare Minerals Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream. En ik heb hier de kleur 05 Natural van. En dit vind ik eigenlijk op van die dagen dat je denkt, nou, mijn huid ziet er eigenlijk best wel goed uit. Maar ik kan het nog wel een beetje, net even een beetje poef. Dan gebruik ik deze. Deze factor 30 ook. Dus ook lekker in de zomer. Maar het is gewoon een hele fijne, lichte gel crème. Die een klein beetje de boel egaliseert. Maar wel nog steeds super natuurlijk eruit ziet. En hij voelt gewoon heel prettig aan op mijn huid. Ga ik ook zeker opnieuw kopen als die op is. En als laatste deze. En dit is mijn nieuwste aanwinst. En dit is de L'Oréal Nude Magic Cushion Foundation Dewy Glow. Ik heb hier de kleur, volgens mij 03 van. En dat is, nou, net als bij Lancôme, zeg maar, zo'n doosje. En dat klap je dan open. En dan klap je het nog een keer open. En dan zit er zo'n foundation kussentje in. En ik weet niet hoe lang die meegaat. Ik heb het gevoel dat die vrij snel opgaat. Maar ik vind het wel een heel prettig product. Het geeft een hele, ja, een lichte tot medium dekking. Maar wel met een hele mooie, inderdaad, dewy finish. Ik ben niet zo erg van de zware foundations. Ik heb wel een aantal zware dingen die gebruik ik als ik bijvoorbeeld ga stappen of een avondje uit, zeg maar, hè, dat soort dingen. Of als ik echt even denk, nou, mijn huid heeft echt even wat meer nodig. Of ik meng ze met lichtere als ik net iets meer dekking wil. Maar ook weer niet te veel. Maar deze vind ik dus wel fijn. Dan heb ik oogschaduwpaletten, een soort van half erop, erin, ernaast liggen. Maar degene die ik het meest gebruik de laatste tijd is deze. Dit is het Tartlet Tease palet van Tarte. En hier zitten een aantal, een aantal matte kleuren en een aantal glanzende kleuren in. En het ruikt ook super lekker. En ik vind het gewoon echt een heel fijn paletje. Ik heb hem nu niet op. Ik heb nu het Smashbox Full Exposure Travel Size paletje op. Maar wel een hele fijne dit. Ik heb er belachelijk veel mascara's in zitten. Namelijk 4. Niemand weet waarom. Nou, ik weet wel waarom. Als eerste mijn lievelingsmascara. Dit is de Maybelline Lash Sensational Lash Multiplying Mascara. En hier heb ik er meteen 2 van. Want ik heb ook de waterproof variant. En deze heb ik nu ook op. Love it. Ik vind het echt echt een van de beste mascara's die ik ooit heb gehad. En dit is al mijn zoveelste verpakking. Ik word er heel blij van. En de waterproof variant is super waterproof. Dus die gebruik ik op dagen dat het regent. Ik doe altijd een laagje waterproof eroverheen. Maar daar kom ik zo nog op terug. Maar in ieder geval deze gebruik ik als het echt dat je denkt pouring rain. Of ik ga zwemmen, dan gebruik ik hem zonder deze eronder. Dan gebruik ik alleen deze. Maar als het nou gewoon op zich droog is, dan doe ik een iets mildere waterproof mascara als topcoat, zeg maar. En dat is deze, de Max Factor False Lash Effect. Oh, ik zal even de kwastjes trouwens laten zien. Nou ja, van de waterproof en de niet-waterproof, zeg maar, van Maybelline is het dezelfde. Het is een beetje een krom kwastje, een gebogen kwastje met aan deze kant korte haartjes en aan deze kant wat langere haartjes. En ik vind hem super fijn. Nou, zo ziet de waterproof variant er uiteraard ook uit. Dan de False Lash Effect mascara van Max Factor. En dit is dus de waterproof variant. Die heeft een wat dikker borsteltje met kortere en langere haartjes. Het is allemaal siliconen. Ik hou van siliconen borsteltjes. Ik gebruik dat eigenlijk alleen maar.
Behalve deze. En deze heb ik gekregen. Dit is de L'Oreal Double Extension Mascara. En wat ik eigenlijk alleen maar gebruik van deze mascara is de witte. En de witte is zeg maar een soort base coat. Dit is dus niet met siliconen haartjes. En daarom gebruik ik eigenlijk de andere kant ook niet. Maar wat ik hiermee doe is, ik heb het dan nu niet gedaan omdat ik vannacht niet thuis zit. Ik ben deze niet bij me had. Maar, want ik heb vannacht echt letterlijk alleen maar BB cream en mascara en mijn tas gooien. En de rest heb ik daarna nog thuis gedaan. Deze dus. En dan heb je aan de andere kant, kan je dus, aan de andere kant maak je ze zeg maar gewoon zwart. Alleen deze kant gebruik ik dus niet, maar ik vind de witte echt super fijn. Want het maakt je wimpers net wat voller en net wat langer. En als ik daarna gewoon die Maybelline mascara op doe, heb je echt zo. Dus ik doe nu heel vaak, dat ik 's ochtends natuurlijk vaak haast heb, doe ik eigenlijk gewoon alleen maar een laagje van deze en een laagje Less Sensational. Dan doe ik geen oogschaduw of niks. Maar dan heb ik wel echt van die mega wimpers. Dus dat vind ik heel mooi. Dan twee blushes. Misschien zitten er nog meer in. Maar deze twee zag ik in ieder geval liggen. Deze gebruik ik heel graag. Dit is de Max Factor Crème Puff Blush in Lovely Pink. En het schijnt een goede dupe te zijn voor de blushes van Hourglass. En het is gewoon een hele mooie, ja, roze kleur. Met niet echt een glitter, maar wel een soort glow. Met wat meer glans is deze. Dit is de L'Oreal Blush in 165 Rose Bon Mine Rosy Cheeks Blush. En die heeft echt wel wat meer glans zoals je ziet. En die is net wat knallender roze. Dus die gebruik ik als ik net wat meer blush wil hebben. Omdat ik dol ben op glow. Ik heb nu een hele subtiele highlighter op. Maar eigenlijk gebruik ik deze bijna elke dag. Ik ga hem nu ook gewoon lekker opdoen. dit is de Mary Luminizer van The Balm. En die breng ik aan met dit Real Techniques kwastje. Dit is de Fan Brush. En dan doe ik een klein beetje op mijn jukbenen. En dan heb je echt super mooie glow. En ik gebruik heel weinig hoor, want het is een heftige. En dan doe ik een klein beetje zo, zo. En dan zie je eruit als herboren. Dus deze, de Mary Luminizer van The Balm. En dan dit kwastje, die zit er ook in. Nou, dan ga ik hem nu denk ik op mijn schoot zetten, want dat kan denk ik nu wel. Even kijken. Mijn nieuwe grote liefde. Ik heb hem vandaag niet op, omdat ik hem niet bij me had. En ik dacht echt, dat was serieus de overweging. Oh, anders doe ik wel thuis make-up, want anders kan ik deze niet opdoen. Dus ik denk dat ik misschien straks nog even aanbreng. Maar dit is Hourglass Ambient Lightening Powder in Dim Light. En veel mensen denken dat dit een highlighter is, maar dat is het niet. Het is een gezichtspoeder. En dat breng je gewoon aan alsof je gewoon een normaal gezichtspoeder aanbrengt. Maar het geeft zo'n mooi effect. In mijn laatste foto's denk ik, zie je het ook wel in mijn laatste artikelen. Het is echt prachtig. Dit is de reisverpakking. Ik weet niet of we hier in Nederland aan kunnen komen. Ik heb deze uit van Sephora. Maar dit is de reisverpakking omdat ik hem best wel duur vond. En niet wist of die het waard was. En de reisverpakking natuurlijk een stuk goedkoper is. Maar ik weet zeker dat ik deze ga kopen. En ik hoop dat ik in Nederland aan kan komen. En anders dan vraag ik of degene van wie ik dat uit Amerika kan halen. Of die het voor mij mee wil nemen. Want love it. Ik vind het super mooi poeder. Het is echt, ook al heb je een droge huid, dit is echt gorgeous. Dan wat ik ook altijd draag. Deze of van L'Oreal. Maar eigenlijk nou, 90% van de tijd is het deze. Dit is de Body Shop Bronzing Powder in nummer 03 Medium Matte. Hitpan Hard. Dus deze gaat binnenkort uit elkaar vallen. Maar geen zorgen. Ik heb alweer een backup. Dan heb ik een aantal concealers. Ik probeer ze even allemaal te verzamelen. Ach, ik moet ook echt opruimen. Dit is echt hopeloos. Oh, kom ook nog een mascara tegen. De L'Oreal Volume Million Lashes Feline Mascara. Vind ik ook een fijne mascara. Trouwens. Maar goed, die dacht ik dat ik die ergens had laten liggen. Maar nee, hij is gewoon hier. Zo. Ook een siliconenborsteltje. Iets subtieler effect dan de Million Lashes. Of dan de Lash Sensation van Maybelline. Nou, 5 mascara's dus. Ga ik ook installeren. Dan 5 concealers. Ik zie hier een thema.
Degene die ik het meeste gebruik, dat is deze voor onder de ogen. Dit is de Rimmel Match Perfection Foundation in, Concealer in 030 Classic Beige. En die gebruik ik onder mijn ogen. Dit is een highlighter en concealer in 1. Dan zet ik zo'n driehoekje en dan, nou, fantastisch. Super fijne concealer. Zoals je ziet is die al bijna op. Dus hier ga ik sowieso een nieuwe van kopen. Dan, ik ga wel weer terugleggen, want anders weet ik niet waar ik het op moet laten. Dan, oh, mijn haren, kriebels. Dan deze, als ik onzuiverheden heb, de Maybelline Superstay 24 Hour Concealer. En dit is de kleur nummer 2. En die gebruik ik op pukkeltjes. Ook onder mijn ogen. En ook een van mijn grote liefdes is deze. De Maybelline Age Rewind Eraser Dark Circle. Helaas niet in Nederland verkrijgbaar meer. Vroeger wel. Maar deze vind ik super fijn voor onder de ogen. Dus zeker als ik wat meer wallen heb dan... Ach, hemels. Dan mijn geliefde budget concealer. En deze vind ik super fijn. Dit is de Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Waterproof. Nou, dat waterproof vind ik niet echt ergens op staan. Maar ik gebruik hem heel graag. Ik heb de kleur 02. En die gebruik ik zowel onder mijn ogen als op onzuiverheden. En het is gewoon een hele, hele fijne basis concealer. Zeker waar voor je geld. En als laatste deze. Die doe ik eigenlijk als ik echt geen wallen heb. Wat nu dus niet meer voorkomt. Maar als ik echt geen wallen heb. Of als ik gewoon net even bijvoorbeeld 's avonds nog wil opfrissen. Dan doe ik deze. Dit is de L'Oréal Lumni Magique. En dat heeft zo'n kwastpennetje. En die vind ik, dat vind ik gewoon een hele mooie, subtiele. Die geeft gewoon echt even net een beetje een frissere look. Alleen die bedekt dus iets minder goed. Dan, even kijken. In de categorie wenkbrauwen heb ik ook het een en ander liggen aan gels. Degene die ik dagelijks gebruik is de H&M Brow Gel. Maar welke ik super fijn vind is de alleen... ja, ik was op een gegeven moment overgestapt omdat deze bijna leeg was. Ik had hem eigenlijk eerst even op moeten maken. Deze, de L'Oréal Brow Gel, de Brow Artist Plumber. En dit is de transparant variant. Die vind ik het fijnst. En die vind ik nog net iets beter dan die van de H&M. Maar die vind ik allebei fijn. En dan heb ik ook nog de L'Oréal Brow Artist Plumber in Light Medium. En deze vind ik ook wel fijn. Maar ik vind de transparante fijner. Ik heb het gevoel dat degene met kleur, dus ik heb zowel de Light Medium als de Medium Dark, geloof ik. Of gewoon Medium. Maar die drogen wat harder op. En dat vind ik net iets minder mooi. Dus die gaan op een gegeven moment een beetje klonteren. Terwijl deze dat helemaal niet doet. Dus deze. Oogschaduwbasis. Twee stuks. De Catrice Prime & Fine, hele fijne budget primer. En dan de Too Faced Shadow Insurance in Champagne. En deze heeft dus een champagne kleur. En die kan je ook heel makkelijk gewoon los gebruiken. Super fijne basis. De MAC Paint Pot in Groundwork. En dit is gebruikt als oogschaduwbasis. Maar ook gewoon los. Ook om gewoon een beetje snelle kleur op mijn oog aan te brengen. En die vervaag ik dan. En... ja, super makkelijk product. En deze gebruik ik dus ook wel eens gewoon als basis. Maar vaak ook gewoon lekker los. Gewoon voep voep. Klaar. Dan nog twee kwasten. Deze twee. Dit is de Zuffa 127 Luxe Sheer Cheek. Die gebruik ik altijd voor blush. En deze van Essence. Dit is hun Kabuki. En die gebruik ik altijd voor mijn bronzer. En dan begin ik met dit kwastje. Dit is een Sephora kwastje. Heel klein kwastje die ik heel graag gebruik voor langs mijn wimperrand oogschaduw aan te brengen. Om langs mijn wimperrand oogschaduw aan te brengen. Dan mijn geliefde wenkbrauwpotlood. Want ik heb hem nu niet gebruikt omdat ik dus niet thuis was. Dus ik heb nu gewoon mijn Catrice gebruikt. En eigenlijk zie ik nu heel duidelijk verschil. Dat is wel grappig, want vroeger hield ik echt van dit oogpotlood. En nu heb ik een nieuwe liefde. En nu denk ik, ja, die had ik al veel eerder moeten gaan gebruiken. Dit is het Anastasia Brow Wiz in taupe. En dat vind ik echt een hele mooie kleur bij mijn haren. Het is een heel klein puntje. En dan een spoelie aan de andere kant. En die gebruik ik nu dagelijks om mijn wenkbrauwen bij te tekenen. Alleen ik heb dus nu nog die van Catrice op. Dan heb ik twee kwasten. En die heb ik niet gewassen. Dan weten jullie dat alvast. De MAC 217. Je kan bijna de naam niet meer zien. Zo vaak gebruik ik hem. Het is een hele fijne blending brush. Dan dit kwastje van Elf. Dus de Elf Professional Blending Eye Brush. Maar het is een heel duidelijk, tenminste,
Het is een vrij duidelijk verschil. Deze is, die van MAC is veel meer fluffy en deze is wat stijver. En die gebruik ik dus eigenlijk om kleur aan te zetten in mijn kaderbogen. En dan ga ik daarna het vervagen met mijn blending brush. Dan, hier zitten meer kwastjes in. Nog een blending brush. Deze is van Zuffa. Dit is de 227. Vind ik ook fijn, maar niet zo fijn als de MAC 217. Dan een nieuwe liefde van mij. Dat is deze. Dit is de Morphe M422. En dit is gewoon een dikke, stijve oogschaduwkwast. Die ik gewoon graag gebruik voor mijn beweegd ooglid. Maar ook onder mijn wenkbrauw. Deze heb jullie al 100.000 keer voorbij zien komen. Dit is mijn Essence Smoky Eye Quash. En die gebruik ik graag bijvoorbeeld voor de Outer V. Dan de Concealer Buffer. Dit is een Zuffa kwastje nummer 142. En die gebruik ik om concealer zeg maar in mijn huid te deppen, te bufferen. En deze, dit is de Zuffa Luxe Petite Crease. En die gebruik ik als ik echt wat, wat meer laag in mijn oogmake-up gebruik. Dan gebruik ik deze om echt een mooie rand te zetten in mijn arcadeboog. En dan vervaag ik het en dan zet ik weer een nieuwe kleur, weer iets donkerder, iets intenser. Nou, daar gebruik ik deze graag voor. Deze gebruik ik ook graag en dit is het smudger kwastje van Sephora. Die heb ik al heel lang, heel stijf kwastje. En dan zit hier ook nog een oogpotlood in. Dit is de Essence Long Lasting Eye Pencil in Black Fever nummer 1. En die gebruik ik heel graag op mijn bovenste waterlijn. Het Estée Lauder oogpotlood Pure Color in Black & Coca. Een mooie donkerbruine kleur. Een zwart oogpotlood van Vera Valenti. Die gebruik ik als ik niet een te harde lijn wil zetten. Maar gewoon een beetje een wat zachter zwart lijntje. Langs mijn wimperrand. Ook gewoon langs mijn wimperrand. Maar meer als een soort eyeliner gebruik ik deze. Dit is van Zuffa. Het Funky Soul Graphic Eyes Palette. Palette potlood. Een hele fijne vind ik het Rituals potloodje, maar die is op. Er komt niks meer uit, maar ik gebruik de achterkant, het smutsertje, nog wel graag om mijn oogpotlood te vervagen. Maar dat vond ik een hele fijne, maar eigenlijk is die van Essence net zo prima. Die is ook heel intens zwart, alleen zit er dus niet zo'n smutsertje aan de andere kant. Dan voor mijn onderste wimperrand gebruik ik graag deze. Dit is de Rimmel Scandalize Col Royale Waterproof in 05 Nude. En als laatste deze grijze van Pupa. Dit is nummer 03. En dit is een grijs potloodje. En dat staat heel mooi bij blauwe ogen. Dus daar doe ik af en toe ook gewoon simpel een lijntje mee. En dan mascara. En dan klaar. Nou, doppatee. Dat is alles wat er in mijn make-up tasje zit. Ontzettend veel. Ik ga saneren. Maar dit zijn wel echt producten die ik heel graag gebruik. Behalve die oogpotloden, maar dat is meer omdat die elastieken zijn uitgerekt. En als ik er nu minder oogpotloden in doe, dan valt het weer uit. Ja, dus dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt weer voor het kijken. En ik hoop dat ik niet al te snel geraden heb en dat het geen video van 3 uur is geworden. Maar ja, dit is nou helemaal alles wat er in mijn make-up tasje zit. Super bedankt weer voor het kijken. Ik zou het heel leuk vinden als je de video leuk vindt om een duimpje omhoog te doen. En als je je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal. En dat is het kanaal waar je nu op kijkt. Hieronder staat een link. En aan het eind van het filmpje kun je ook op abonneer klikken. Dus ja. Ik wens jullie een hele fijne dag. Doeg. Meer gaat. Wat ik een hele lastige keuze vind. Ik zou ook vooral zeggen, Google er niet te veel op. Want ik was erop aan het googlen.